Yes, ik ben in Hardingsveld in Giessendam bij Den Breeën. En ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik ga doen. Maar dat gaan we zo zien. Wat we gaan doen. En ik heb er heel veel zin in. 1 camera, 2 camera's. Hallo. Hey, ik ben op zoek naar een hele sympathieke, vriendelijke, niet zo gewelddadige man. Met baardgroei en een brilletje. Hij runt het hier, geloof ik. Daar? Oh, dankjewel. Hier? Nee, toch? Nee, joh, het vrouwentoilet. Ga even buiten kijken. Waar zijn we precies en wie ben jij? Ik ben Peter. Ik ben eigenaar van Den Breeën Shipyard. Wij zijn nu in Hardingsveld en dit is onze werf. Ja. Maar en hoe lang zijn jullie al hier? Wij zijn hier sinds de 50er jaren. Jeetje. 1947 is mijn opa begonnen. Wauw. Met een scheepswerfje. En we zijn inmiddels uitgegroeid tot wat het nu is. Maar het is dus een echt familiebedrijf? Echt familiebedrijf, klopt. Want de roots van jouw familie zitten hier nog. En zie je die ook terug ergens nog? De roots? Ja. Of de familie? Ja, beide. Beide, ja. De 3 van onze, van mijn familieleden zitten nog mee in de directie. Dus die zie ik dagelijks. Ja. En de roots zijn nog overal te vinden. Wow. Door de jaren heen. Ja. Dat is best wel bijzonder ergens. Ja, zeker. En maakt het dat ook leuker om hier te werken? Op die ja, dat denk ik wel. Dat heeft wel een extra... Sentiment toegevoegde waarde, ja. Nou, leuk. Ja. Hoe ben jij hier begonnen? Wat voor werk moest jij in het begin zelf doen? Wat ik in het begin moest doen, ik ben op mijn 18e van school gekomen en ben ik gaan werken in de hal hierachter. Ja. Als ijzerwerker. Wauw. Met mijn handen begonnen, onderaan de ladder. En kijk, er zijn nu allemaal mensen die opnieuw instromen hier, hè? Ja. Die beginnen misschien ook wel onderaan. Ja. Is dat dan via de beroepsbegeleidende leerweg? Of? Ja, dat is verschillend. Ja. Wij zijn leerschool van de technische scholen in de omgeving. Dus wij hebben stageplekken. Ja. Nou, dat is wel leuk en verfrissend. Ja. En mensen komen op alle manieren hier binnen. En stel je voor, je bent 18, je bent 19, je komt van school en je wil hier beginnen. Wat kunnen ze allemaal doen? Alles. Alles? Ja, op alle niveaus kunnen wij mensen gebruiken. Op de werkvloer, we hebben een machinefabriek, we hebben een reparatieafdeling, ja. Nieuwbouw, kantoor, tekenkamer. Dus eigenlijk op alle vlakken in de scheepsbouw kunnen wij wel iets betekenen. Dus er is eigenlijk gewoon superveel te doen voor, ja. Voor iedereen? Ja. Voor mij misschien ook wel. Ja, wie weet. Hey, goeiedag. Hey, hallo. Wie ben je en wat doe je hier? Ik ben René en ik ga draaien. Ik ben hier draaier. En wat houdt het precies in? Een draaier is gewoon kokers draaien. Hè? Voor installaties draaien, voor wat in het schip gebouwd wordt later. Okay. Dus door middel van een beitel ga je dus materiaal afsnijden van je koker in dit geval. Ja. Of van je lager of van je... Oké, okay. En die worden ingezet voor een boot. Dus ja. Soms die maten zijn nog steeds verschillend, neem ik aan. Nee, de maten die staan vast, daar hebben we gewoon tekeningen voor. Okay. Dus wij moeten volgens tekeningen dit product maken. Ja. En dan later komt hier een lager in. En die maak je dan ook gewoon weer aan de hand van wat je hier gedraaid hebt. Oké, op die manier. En hoe lang werk jij hier? Ik werk hier nu 11,5 jaar. En wat vind je het leukste eraan? Ik vind het mooiste is gewoon dat je een product maakt. Hè? Ja. En je bent continu bezig met producten maken. Ja. En dan in dit bedrijf specifiek is het nog mooier. Dat je gewoon, het wordt daar ingebouwd, het wordt hier verderop ingebouwd. Gewoon je daar, ziet letterlijk het schip voorbij waar jouw as in zit, waar jouw koker in zit. En ben je er ook bij als je te water gaat bijvoorbeeld wel eens? Nee, dat kan. Maar hij wordt hier in de dok ingebouwd. Ja. En dan ben je er niet altijd bij. Nee. Altijd, maar als ik dat zou willen, kan ik erheen fietsen of lopen. Dan kan ik erbij zijn.
Want dat lijkt me best wel leuk. Zo'n laatste filmpje bij het water helemaal over de weg. Ja, het is gewoon, ja, dit is wel interessant en zeker interessant. En kan ik jou helpen? Kan ik iets doen? Ja, je kan van mij, als je dat zou willen, kan je de machine aanzetten en een stukje draaien. Dat is goed. Dan gaat niks kapot natuurlijk. Dan gaat niks kapot. Nou, met deze knop kan je hem aanzetten. Ja. De twee dus of één? Nummer één. Ja. Dan gaat de machine vanzelf aan natuurlijk. Oké. Dit is een ijlgang noemen we dat. Dat knopje gaat niet bewegen. Oké. Dan moet je ongeveer stoppen op 220 mm. 220 mm? Ja, dus de onderkant is 220 mm. Oh, dat gaat snel. Dat is 40, dat is 70. Dus je kan zo. Gewoon, zit. Dus nu zit je bijna bij de 200 mm. Dat is prima. 44. Ah, ik had iets eerder ruimte gehouden. Gelukkig. Dus nou gaan we deze, ik weet niet of je dat zelf wilt doen. Ja. We hebben de bovenste mooi op 227 houden zetten. Dus als ik hier aan draai, gaat de bovenste bewegen. Oh ja. Dus dan kan je hem op 227,5 zetten. Nou, je mag toch wel gerust aan zitten. Oh, hier. En dat komt niet zo precies hoor. 228. Dat is te ver. Yes! Dat is de maat die ik moet hebben. En dan op de rode knop of zo? Nee, daar gaat hij stoppen. Oh, dat moeten we niet hebben. Dan moeten we niet hebben. Nee. Okay. Nou, we moeten dus draaien met een beetje koeling. Uh-huh. We zitten in de bar, zit een koeling helemaal ingebouwd. Ja. Dat gaat door naar mijn bijtelpuntje. Okay. Je zit daar heel veel op 247 mm. Dus ik zet de koeling aan, ja. En dan kan je zelf zien dat het water komen daar zo. Ja, ja. Nou ja, dan kan je op de witte knop drukken en dan gaat hij automatisch het werk doen. Dus nu ben je in principe aan het draaien. Oké. Okay. Nou. En hoe lang duurt het voordat dit, zeg maar, dit een eindproduct is? Ja, dan moet je wel met de schroefas, met de lagers, ja. Met het passen, met het keuren, dus een uurtje of 70. Sorry? Ja. 70? Ja, 70. Wow. Maar dan heb je wel, als je een schroefwasje draait van een meter of 6, ja. Dan ben je al een uurtje of 30 mee bezig. Zo. Met wassen, met schroefdraad snijden, met spierwanen erin. Dus zeg. Dus een hele kokerinstallatie, hè? Dus zoals die op tekening staat, ja, dan zitten we al 70 uur in. Dus gewoon 10 tot 12 dagen? Het is meer een week, ja, anderhalve week. Ja, ja. Wauw. En dat, is, ja, dat doe je dan niet in één keer, want nu pak ik ook gewoon 3 kokers tegelijk in principe. Ja. Dus dat is dan geen 70 uur. En slaap je dan ook hier op de zaak? Niet. Soms wel. Nee. Okay. Je zou het kunnen doen, want het is ontzettend druk. Dat moet je niet doen. Maar laten we dat niet doen. Ja, oké. Okay. Cool. Nou, okay, nou, top. Dus nou, nou leggen we gewoon een bepaalde afstand af en we stoppen gewoon op tijd, zou ik maar zeggen. Okay. Daar staat ook op tekening waar ik moet stoppen. Nou goed. En dan zo maak je dus van lieverlee verschillende producten uiteindelijk. Hè? Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. Wie ben jij en wat doe jij hier? Ik ben Daan Koppelaar, 47 jaar werkzaam hier al binnen het bedrijf. En ik ben hier verantwoordelijk voor deze afdeling eigenlijk, zeg maar. 47 jaar? Ja. Wow, dat is best wel even een tijdje. Dat is wel even een tijdje, ja. En woon je komt uit deze omgeving ook? Ja, 4 kilometer van hier op de fiets elke dag. Wow. Ja. Dus dit bedrijf is, even kijken, hoe oud? Dat zou ik echt aan Peter moeten vragen, dat durf ik niet exact te zeggen. Maar, want ik weet van Peter dat zijn opa is begonnen en ik heb nog bij hem opa gesolliciteerd, zeg maar. Dus, dat is best wel cool. Ja, dat is wel even een ervaring. Ja. En wat vind je zo leuk aan het werk? Ja, techniek heeft me altijd wel getrokken. Ja. Ik hou enorm van techniek, ook van motoren en dat soort dingen. Je moet toch een beetje van je werk je hobby zien te maken eigenlijk. Ja, dan zit je goed hier. En dan zit ik wel op mijn plek hier. Waar ik... En de jeugd? Zie je ook veel jeugd hier komen? Eigenlijk niet. Veel te weinig vind ik persoonlijk. De jeugd moet tegenwoordig altijd maar hoger opgeleid. En er zijn zat jongens die dat niet kunnen, zeg maar. Ja. En met die handen het wel zouden kunnen verdienen. Dus als die hier bij een goede vakman komen te lopen, dan kunnen ze goed het vak leren. Dan hoeven ze niet zo kundig te zijn. Dat gaat allemaal vanzelf rollen er wel in. Maar dat is natuurlijk gewoon, als je hier op jonge leeftijd begint, kun je doorgroeien. Ja, uiteraard. Ja. Want ik ben hier ook gewoon als LTS'er begonnen, zeg maar. En nu inmiddels hier voorman van het gebeuren hier. Ja. Ja, dat zie je natuurlijk heel veel, dat mensen gewoon, wat je zegt, te veel worden opgeleid. Ja. Vervolgens vinden ze ook geen werk erin, geen aansluiting. Ja. En als je, hoe ziet een werkdag voor jou eruit? Ja, 6 uur uit bedje. Ja. En tot 4 uur 's middags hier aanwezig. En soms ook wel eens een nachtje maken, zeg maar. Oh ja. Wij doen ook veel veerponten, zeg maar, die hier in de omgeving varen. Mm-hmm. En die moeten natuurlijk die tijden weer dat ze passagiers vervoeren, moeten ze kunnen varen. Ja. En daarna komen ze bij ons, dan doen wij een schroefwissel of een complete installatie wisselen. Ja. Zodat de andere morgen dan weer gelijk in de dienst kunnen, zeg maar. Dan heb je gewoon een nightshift eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Dan komen de andere dag, doen andere collega's dat opvangen.
en dan kom ik weer wat later, zeg maar, net na de 12 uur, zeg maar, krijg je slaapuren. Ja. Iedere uur die je na 12 uur maakt, ja, die slaap je dan eigenlijk langer, zeg maar. Eigenlijk. Ja. En hoeveel mensen heb jij onder je? Hier een man of 8. Man of 8? Ja. Oh, dat is wel een grote organisatie. Ook. Ja, redelijk. Voor mij niet eigenlijk. Maar... Voor jou niet? Nee. Maar je bent zo gewend. Ja, je bent gewend. Zo lang dit je doet. Groeit erin. Ja. Ja. Nou, tof man. Nou, we, gaan even, we gaan even rondkijken. Bedankt. Ja, natuurlijk mag dat. En, nou goed, ik ben benieuwd. Ja. Audio goed? Top. Wat ben je hier aan het doen en wie ben je? Zo beginnen met wie ik ben. Ik ben Wilke Treuning. En ik wil deze generator op zijn plek zetten. Dat kunnen we terugvinden op tekening, hoe die moet staan. En waar wordt deze uiteindelijk voor gebruikt? Deze gaat de stroomvoorziening aan boord verzorgen, zeg maar. En deze doet dus eigenlijk gewoon alles, gewoon qua licht en gewoon elektriciteit natuurlijk ook. Ja, ja. En er is één generator voor? Voor is één generator en achter staan er nog twee. Oké. En hoe is deze hier binnengekomen? Dat is een goede vraag. Hierboven zie je een lasnaad rondom lopen. Dat hebben ze dus open gemaakt. We laten met tafels naar beneden. Ja, ik hoop toch dat. Je hebt hem niet in elkaar gezet hier. Nee, nee, nee. Maar dat gebeurt wel hoor. Okay. Als je zeg maar, een motor in elkaar draait, wat heel makkelijk kan. Okay. Na zoveel uur, dan wordt hij vervangen. Ja. Dus, of de generator gaat er alleen uit dat hij overnieuw gespoeld moet worden. Of de motor die heeft gehad. En hoe lang doe je dit werk al? Ik zit 23 jaar bij de Marije in dienst. Wow. Ja. 23 jaar werk je op deze plek? Wow. Ja. En wat vind je het leukste eraan? Ik ben begonnen hier als lasser en toen in de afbouw langzaam gerold. En daar mag ik een beetje stuur geven aan een groep jongens hier. Oké, dus je kan hier echt, als je hier gaat werken, dan kun je vanaf onderaan je gewoon doorgroeien tot waar je wil zitten. Ja, inderdaad ja. Ja. En zie je veel mensen hier binnenkomen, jonge mensen of... Ja, jonge mensen dat is helaas wat minder. Ja. We hebben een aantal jonge jongens. Ja. En je kan hier ook het leerbedrijf, zeg maar, een erkend leerbedrijf. Ja. En we zijn erbij die hier werken al 40 jaar. Ja. Het is helemaal niet moeilijk. Nee. Als je naar je zin hebt, dan. Het zegt ook iets over een bedrijf als je zo lang zeg maar, hier in dienst bent. Ja. Nee, dat. Ja, de sfeer moet dan wel goed zijn. En je kan natuurlijk gewoon alle kanten op. Want er is natuurlijk, ze hebben natuurlijk gewoon de werf. En ze hebben binnen natuurlijk waar ze de onderdelen maken. Dus het is heel breed wat dat betreft. Ja. Klopt. Nou, ik ga je niet langer tegenhouden. Succes met het in elkaar zetten. Ja, is goed. Ja. En dan ga ik wel een keer elektriciteit opmaken hier. Ja, dat zou goed zijn. Een batterijtje blaaien van iets. Ja. Hé, een knop. Dat is geen knop. Hey, wie zijn jullie en wat doen jullie hier? Ik ben Lucas Stelling, 16 jaar en ik werk hier voor mijn opleiding van school. 16? Ja. Wow, hoe lang werk je al? Ik werk nu 2 weken. Ik ben nu bezig met mijn 3e week. En je leert dan ook zeg maar, hier BBL of zo? Ja, in BBL-opleiding. En dan probeer ik een beetje mee te lopen met iedereen. Kijken wat ik het leukste vind. En zijn er meer mensen van jouw leeftijd hier of ben je een van de weinigen? Nee, ik ben de enige. Oeh. Van echt Den Breien. Ja, ja, op die manier. Oké. Okay. Nou, leuk. Ja, zeker. Want, ja, bedoel, er zijn ook wel mensen van een beetje rond de 40, rond de 30, ja. 16. Dus er werken niet alleen maar mensen van rond de 50, 60. Nee, nee. Oké. Okay. En jij? Wie ben je? Wat doe je? John Sluiter, 49 jaar. Ik ben afbouwer. Wij doen de machinekamers inrichten, voormachinekamers inrichten, brandveiligheidspakketten, persen van een heel schip. Ja. Het mooie werk. Ja? Ja. Het afmaken juist. Eigenlijk. Wij blijven op het schip eigenlijk tot het schip klaar is en naar de rederij overgaat. En wat vind jij het leukste aan dit werk? Alles. Alles? Ja, ik heb helemaal niks dat ik kan zeggen, bah. Dan heb je goed gekozen. Ja. Kabaan. Ja. En heb je al dingen die je leuker vindt dan andere dingen? Ja, nou ik heb pas bij 2 dingen meegewerkt. En dat is hier op het schip en in de lood. Ja. En ik vind het allebei eigenlijk even leuk. En binnenkort misschien bij de reparatie aan de overkant. Ja. En dan kijken of ik het daar misschien leuker of stommer vind. Dan kom ik vanzelf achter. En ik zie hier nu kunstgas liggen. Ja. En dat heb je dan ook gedaan natuurlijk? Nee, dat doet een extern bedrijf. Dat is een extern bedrijf? Ja. Daar kan ik dan niet over beginnen, jammer. Nee, jammer. Anders had ik kunnen golven en voetballen hier. Maar ja, ja, ja. Dat kan helaas niet. Hoeveel jaar werk jij hier al? Bijna 11. 11 jaar? Ja. Wauw. En wat zijn de leukste klusjes om te doen? De dingen die onverwachts gebeuren. Dus als je ergens mee bezig bent, dan zit er fout in of een probleem in om dat op te lossen. Ja. En dat houdt het ook natuurlijk zeg maar, divers op die manier. Ja. Hey, Luca, was dit al een ambitie van jou om hier te gaan werken in deze industrie?
Nou, op school heb ik verschillende dingen geleerd. Dat is een opleiding, daar doe je metaalbewerking, elektriciteit en de pijpleidingen. En dit sprak me toch wel het meest aan. Ik heb stage gelopen bij verschillende bedrijven hier in de buurt. Ja. En ik vond toch het scheepsbouw wel echt het leukst. Ja, want je ziet natuurlijk ook wat je maakt op een gegeven moment varen. Ja, ja zeker. Dat lijkt me dus ook wel heel cool. Ja. Dat is het leukste eigenlijk, ja. Zien dat het ook echt eruit komt. Ben jij al baas over je eigen toekomst? Goed, wil je meer weten, wil je meer zien, ga dan even naar www.baasoverjeeigentoekomst.nl en naar de socials, op Facebook, Instagram, Twitter, noem maar op, overal staat het. Ga naar de filmpjes, klik erop en like het. Succes. Baas.